Nou, het is echt bloedheet. Lopen in de volle zon. Maar, we hebben goed nieuws. Ik wil even weten, hoe gaat het? Goed, ik heb het wel heel heet. We hebben het allemaal heel heet. Maar, kijk eens eventjes hier. Loop door, hier is het bruggetje, daar kunnen we overheen. Kijk, we hebben hier namelijk, tadaa, een enige echte kindercorrespondent rustplek. Geholpen door en gesponsord door Staatsbosbeheer. De boodschappen van de Lidl. Lidl natuurlijk. Klein, hè? Klein, klein Lidl. Kinderen, 100 kinderen. Ja, zo gaat dat. Dus, de rustplek. Staatsbosbeheer, kindercorrespondent. Lidl en Fatboy, jongens. We hebben een rustplek vol met lamzakken. Waar de kinderen even heerlijk kunnen chillen. En daar ben ik ook wel aan toe. Jeumig, te peumig zeg. We zijn door Els gekomen. We zijn door Lent gekomen natuurlijk. Kan ik hier tussendoor? Kan ik hier tussendoor? Zo, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Hehe. En hier, oh pardon. Zo, daar zijn we. Nou, en hier ligt al het een en ander te chillen. Ja, ja, we zijn live hoor. Morten, pas ik er nog bij? Ja. Ik doe even mijn rugtas af. Dit is echt, daar zijn we aan toe jongens. Zo, zo, zo. Ja, daar zijn we. Hehe. Ja, oh, gooi ik jou nu eruit? Ging je bijna eruit hè? Hé, hey, Morten, ik geef jou eventjes de dinges. Oké, succes. Dan kunnen we jou goed horen. We gaan even, even diepte interviewen, jongen. Zo. Hoe gaat het? Slecht. Wat dan? Nou, het gaat op zich wel goed, maar ja, een beetje last van mijn tenen, van mijn rug. En het is warm. Normaal zit het heel goed. Maar ik weet nog, want vertel even jouw verhaal. Hoe is het, hoe ben jij zo, waarom doe jij mee met de Vierdaagse? Ja, dat wist ik dus ook niet meer. Maar nu weet ik het eigenlijk, denk ik een klein beetje, omdat het zo zwaar is. Maar hoe is dat gegaan met je, want je wilde meedoen omdat je moeder meedeed, toch? Ja, klopt. Hoe ging dat? Vertel eens. Een wandelingetje wat zijn moeder deed. Ja, mijn moeder die heeft dus 2 jaar geleden en vorig jaar heeft ze ook gelopen. En toen dacht ik van, nou, dat kan ik ook. En nu, dat kan ik niet, eigenlijk. En wat vind je er nu van, als je dit zo, Ja, zwaar, gewoon zwaar. Het is wel gezellig op zich. Op zich. Maar het is wel heel zwaar. Oké. Hey, Morten, gaan we het wel volhouden de komende dagen? Ik hoop het. Ja? Ja, ja. Gaan we wel uitlopen, toch? Ja. Kom op, hé. Ja. Hey, en hoe ging dat met oefenen dan? Nou, dat was nog vervelender, omdat het heel saai is. Oké. En nu is het wel iets minder saai, toch? Ja. Oké. Hey, en wat gebeurt hier bij de rustplek, bij de Fatboy? Kan je dat nog even uitleggen? Niks. Met die kaartjes. Oh, met die kaartjes. Oh, je kan zo'n kaartje, ja, toch? Een kaartje geven en dan krijg je zo'n zak en dan moet je er allemaal lucht in doen en dan kan je gewoon lekker uitrusten. Precies, we krijgen alle kinderen van de jonge 100, krijgen van de Fatboy. Oh, de komende 4 dagen is iedere keer een Fatboy rustplek. En alle kinderen van de jonge 100 krijgen dan een knipje in hun knipkaart. En bij 4 knipjes krijgen ze op aanstaande vrijdag krijgen ze allemaal een lamzak. Hoe vet is dat? Cool, hè? Ja. Nou, zal ik jou even met rust laten? Dan kan je even chillen. En dan ga ik nog even verder, goed? Oké, nou jullie zakken nu weer in hè, als ik op ga staan. Ja, ja, ja. Dan ga je. 1, 2. Wauw, spannend. Zo. Gaat het? Yay. Check. Hè? Gaat het? Oh. Ja? Allemaal enorm moeie gezichten hier. Uitgeruste, ik ga nu eventjes, want we hebben hier. Ik moet even zo. Anders kunnen jullie me niet horen natuurlijk, dus ik doe even een microfoontje op. Zo. Hupskees. Hé, gaat het jongen? Ja. Heb je al in het nest gezeten of niet? Ja. Oh, wie zit hier? Nou ja zeg, er zit hier al iemand in het vogelnest van Staatsbosbeheer. Gaat het? Ja? Hoe voel je? Of moet ik je even met rust laten? Nee. Nee? Pak jij dan even het microfoontje, wacht. Geef ik jou het microfoontje. Kunnen we jou horen? Zo, doe hem even op je t-shirt knippen. Dit is een soort knijpertjes. Zo, gewoon. Zo. Zo. Hey, hoe gaat het? Goed. Heb je het een beetje netjes? Ik klim even gezellig bij je in het vogelnest. Ho. We zitten nu dus gewoon in een vogelnest. Hoe gek gaat dat worden? Hey, hoe gaat het?
Ja, goed. Ik heb geen last van mijn voeten. Wel een pijn, maar geen blaren voel ik. Dus. En hoe bevalt het? De vierdaagse? Drukker dan verwacht. Ja, dat wel. Maar veel ook mensen? Wel leuk. Ja, ook veel mensen, ja. En ja? Oh, en het is gewoon heel gezellig met iedereen bij elkaar. Oké. Okay. Ja. En is het nou dan dus anders dan je verwacht had? Of, Ja, ik had het wel heel druk ingeschat. En ja? Ook, maar wel heel gezellig en alles gewoon bij elkaar. Oké. Okay. Ja. En dus valt het mee of tegen? Nee, denk ik wel. Mee wel? Ja. Oké. Okay. Geen last van de warmte en zo? Ik zie bij jou nog helemaal geen zweetdruppels en zo. Nou ja, gewoon als je goed drinkt valt het wel mee eigenlijk, vind ik. Oké. Okay. Dus goed drinken. Even kijken, hebben we vraagjes? Nee, we hebben nog geen vragen. Als er vragen zijn voor vanuit de mensen thuis, je kan altijd vragen stellen natuurlijk, hè? Aan onze jonge honden. Hey, wil jij nog iets vertellen? Nee hoor. Iets delen met de mensen thuis? Nee. Nee? Niks delen? Nou, dan gaan we weer verder. Veel plezier in je vogelnest. Het Staatsbosbeheer vogelnest. Jij gaat hem losmaken? Dan sleep ik hem wel mee. Zo, dan doe ik het microfoontje bij af. Gaan we naar de volgende. Hebben we nog verbinding? Ja, we hebben nog verbinding. Dan gaan we hier eventjes. Hier hangt Sylvana. Echt helemaal. Mag ik erbij, Sil? Zo. Dan gooi ik. Ja, we kunnen bommetje doen zo. Zullen we bommetje doen, Sylvana? Dan ga jij in de punt zitten. En dan ga ik heel hard. En dan vlieg je zo over weer de route op. Nee, wacht. Ik ga even Sylvana interviewen. Wacht. Hier, dan geef ik jou een microfoontje. Want dan kunnen we je horen. Zo. Ik wil een microfoon assistent eigenlijk. Sylvana, waar kom jij vandaan? Den Helder. Uit Den Helder. En nou ja, hoe gaat het? Goed hoor. Echt waar? Net ging het nog goed. Goed hoor. Ja. Echt waar? Ja? Nee? Ja, gaat wel. Ja? Ja. Valt het mee of valt het tegen? Het valt wel mee. Het valt wel mee? Ja. Het valt wel mee? Ja. Ik hoor toch een twijfeltje. Nee? 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 Gewoon, het is wel... Ja, het is gewoon warm. Maar is het een beetje wat je verwacht had of toch anders? Het was toch anders. Waarom dan? Ik dacht wel echt dat we door straten gingen lopen. Niet dat we zo weg gingen. Maar toch wel een beetje door de... Hier komt Hey Ho Captain Jack, komt hier achterlangs gelopen trouwens. Die hebben wij ook nog niet gezongen. Eigenlijk. Ja. Hé, maar ik heb wel een beetje last van mijn voeten hoor, eigenlijk. Ik niet. En van mijn benen. En van... daar is Wesley. Wes, gaat het nog, jongen? Jij ziet er wel een beetje inderdaad uitgeleefd uit, moet ik eerlijk zeggen. We gaan even naar Wes. Okay. Wes heeft eventjes... Dankjewel, Sil. Wil je nog wat delen met de mensen thuis? Nee. Nee? Oké. Okay, okay. Wat zeg je? Zo. Wes komt hier net aangewandeld. En hoe gaat het? Slecht. Wat dan? Ik heb echt super last van mijn voeten. Maar je hebt zulke goede schoenen. Je hebt nog nieuwe schoenen. Ja. Maar ja, je hebt ook gisteren die schoenen gekocht. Ja. Dus misschien was dat dan niet helemaal handig. Ja. Heb je nog andere schoenen bij je? Nee. Oké. Okay. Maar wel gewoon andere schoenen nog in de thuis, zal ik maar zeggen. Ja. Maar kunnen die nog hierheen komen dan? Ja, weet ik niet. Oké. Okay. Misschien moeten we dat dan eigenlijk even organiseren of zo. Ja. Maar het super pijn in je voeten. En verder? Uitgedroogd voor mijn gevoel. Uitgedroogd ook? Ja. Nou, jongen, ik ga je eventjes met rust laten. Dit gaat niet helemaal goed. Dus ik ga je even lekker met rust laten. Ga lekker hangen. En dan, als jij even deze wil vasthouden. Ja, dankjewel. Zo. Dan doe ik jouw microfoontje af. Ga lekker even uitrusten, man. Ja. En dan kom ik straks even checken of het wel goed met je gaat. Onze Wes. Toch een klein beetje in de gaten houden natuurlijk. En dan ga ik eventjes kijken, want er lopen hier, we hebben dus de Staatsbosbeheer rustplek. En we gaan eventjes kijken of dat hier nog... Gaat het allemaal goed? Ja! Ik ga even schreeuwen hoor. Hebben we het allemaal naar ons zin? Ja! Zitten we allemaal lekker? Ja! Gelukkig. Nou, dat is belangrijk om dat even te checken natuurlijk. Ik ga even kijken, want we zitten hier bij Staatsbos. Waar is Mr. of Mrs. Staatsbos? Ja, dat weet ik. Maar dat zie ik hier... Even kijken hoor. Hier zit de hele stad. Kijk hier. Zo. Dit is dus een hele Staatsbosclan. Krijg hier allemaal uitleg van de beesten en dingen die hier allemaal in de buurt wandelen.
En even kijken, oh, een das zie ik hier inderdaad. En hier zitten ze hoor, de vrienden van Staatsbosbeheer. Hier ook onze eigen Tijmen. Tijmen hadden we net al in dit vorige vlog ook gezien. Gaat het, jongen? Ja, gaat eigenlijk heel erg goed. Ja? Een beetje warm, maar voor de rest gaat het prima. Een beetje warm, zegt hij. En jij hebt ook nog dat hesje aan. Waarom doe je dat hesje niet uit? Dit hoort bij mijn uniform. Als ik zo klaar ben met de opnames, dan trek ik hem uit. Dat beloof ik je. Heerlijk, zou ik ook doen. Ja. Blijft het shirt wel aan? Ja, blijft het shirt blijft wel aan. Shirt blijft wel aan. Dat is goed om te weten. Hé, nou ja, ik heb het net in het vorige vlogje ook al gevraagd, maar fantastisch dat jullie dit geregeld en georganiseerd hebben. Waarom eigenlijk? Omdat we het eigenlijk heel belangrijk vinden om kinderen bij natuur te betrekken. En waarom dan niet tijdens zo'n wandel vierdaagse als ze dwars door die prachtige natuur lopen? Ja, dat is het moment om het te doen. En gelukkig waren er genoeg collega's bereid om ook te helpen. Want in je eentje kun je dit niet. Ja. En konden we dit neerzetten. Dus nou ja, eventjes fantastisch grote dank voor de vrienden van Staatsbosbeheer. En Joyce die schrijft hier knappe boswachter. Oh, dankjewel. Moeten we nog even een aanzoekje doen, Joyce? Of zullen we het gewoon hierbij laten? Nee? Joyce? We wachten eventjes totdat Joyce nu gaat reageren. Dat is leuk, die interactie. Ik vind dat fantastisch. Ze kunnen gewoon echt meekijken en meeschrijven thuis. Nee, Joyce is eventjes, die is er stil van. Nou, goed. Hé, en wat gaan jullie hier verder nog doen, zal ik maar zeggen? Nou ja, de mensen die langskomen, die geven gebiedsinformatie, vertellen wat we doen, waar we voor staan als organisatie. En even een lekkere rustplek in de schaduw. Oké. Joyce zegt inmiddels, ja! Dus, wil je iets kwijt over je thuissituatie? Of, nou, ja, helaas, ik ben bezet. Oh. 4 hele lieve kinderen, het gaat over. Oké, Joyce, nou, maar toch krijg je de heel hartelijke groeten en veel liefst natuurlijk vanuit, waar zitten we eigenlijk? Ewijk. Slijk-Ewijk. Ewijk is net een stuk. Ewijk, daar komen we de volgende keer, kunnen we daardoor. Ja. Hey, dus hier nu even chillen en dan weer door? Ja, dan, we zijn ruim over de helft, dus maken we het af. Over de prachtige dijk, langs de Uiterwaarden. Ja, gaan we genieten. Zie je het nog zitten? Jazeker. Oh ja, jij hebt nog... Geef nooit op. Hier, dat heeft nog... Jij dan? Heeft nog... zullen we het daar even niet over hebben? Okay. Ik ga gauw door. Tijmen, dankjewel. Even kijken. Is er nog iemand die iets wil delen met de mensen thuis? Oh, Joepie wil nog even wat delen. Willen we even allemaal zwaaien even naar de mensen thuis? Dit is de vlog. Komt jonge100.nl. Volg jonge100.nl, daar komt de vlog op. En, hè? Ijs. Ze willen ijs. Nou, nu gaan we... Ik plof er even bij. Pas op. Want dan jij bent de dupe. Daar gaan we hoor. 1, 2... Dat is gezellig, hè? Hé, ze willen ijs. Ja, dat is eigenlijk... Maar hoe gaan we dat organiseren dan? Bij de ijskoman. Wat zeg jij? Bij de ijskoman. Ja, maar waar is de ijskoman dan? Weet ik niet. Ja, dat weet ik ook niet. Nou, dat zou ik even zeggen. Voor die lange ding, voor die brug of zo, daar stond een ijskookraampje. Ja, maar ik ga niet teruglopen. Ja, ik hoop niet. Dan moeten we teruglopen. We gaan gewoon verder en dan zien we wel of we nog wat tegenkomen. Is dat een goed plan? Ja, ja, gewoon dat van de club van het zijn, krijg ik vast van een ijsje. Precies. Dus wie heeft de ijs? Of dat even naar Slijk-Ewijk kan. Zo, doen we nog even de dab. 1, 2, 3. Dab. He, maar met jullie gaat het goed volgens mij, hè? Ja. Jullie hebben het wel. En moeten we wat vaker rusten? Wat vaker? Ja, nou, ja. Kijk, we zijn nu over de helft. Ja. En als je voor de helft gaat rusten, net als nu, dan komt het niet goed. Snap je? Ja, ik bedoel, niet zo lang, maar gewoon eventjes. Eventjes. Oké, nou, het wordt genoteerd. Even kijken, ik ga even... Oh! Ja, we zijn eruit. Even kijken, Niek! Niek Bartels! We hebben een vraag voor je. Niek, is Niek er? Niek is uitgevallen. Nee hoor. Moet je even kijken. Niek! Waar is Niek? Is dat live? Dit is hartstikke live. Nee, is hier nog even geen Niek. We gaan Niek eventjes opsnorren. Dat komt vast helemaal goed. Hey, nou ja, wat zeg jij? Wat is jouw uitslag? Warmteuitslag. Oh, warmte. Mag ik het laten zien, de warmteuitslag? Voor, hier hebben we... Is dat echt warmteuitslag? Ja. Oh, maar wat is dat dan eigenlijk? Je moet even in de microfoon vertellen, want dan kan ik je horen. Van de warmte.
En heb je daar last van dan? Of kriebelt dat? Of jeuk? Of eigenlijk niet? Mm. Nee. Ja, ik vind het lelijk. Ja, het is gewoon lelijk. Ja. Maar dat is dan, als het minder warm wordt, dan is het zo wel weer weg, toch? Ja. Oké. Hey, en hoe gaat het verder? Goed. Ja, bevalt het een beetje? Of denk je van nou, nee. We zijn nu op de helft van de eerste dag. Ik ben er eigenlijk al wel een beetje klaar mee. Nee, dat gaat goed. Nee? Wat? Je wilt toch zo'n blauw ding? Ja. Oké, okay. Nou heel goed. Nog even chillen dan. Zo, en dan ga ik nog even naar Joep, want Joep die wilde ook nog wat delen. Zo, hier gaan we bij Joep. Nu, waar woon je nu? Zo. Ja, pas op, want anders zit ik op je gezicht. Ja, nee, harder. Zo, Joepie. Ja. Vertel eens even in de microfoon, wat wil je met ons delen, jongen? Als je nou hier zo gaat liggen, lang uit, en dan kan je haar daar je hoofd zo insteken. Ja. Dat ding is zo diep. Maar die zijn handig, hè? Ja. Gaat goed, toch? Hé, hey, en hoe gaat het met je? Prima. Is het nog oké, of ben je er eigenlijk wel... Nee, het was net alleen dat ik heet had. Dat ik het heel heet had. Oké. Verder... En begin je nu wel een beetje af te koelen? Ja. Zo in de schaduw en... Maar ik heb nergens last van ofzo. Oké. Nou, heel goed. Hou zo, toch? Ja, wat nou als je gewoon zegt dat je niet meer wil, dan wil je hier gewoon de hele tijd blijven. Ja, we kunnen ook stoppen. Dat we hier gewoon zo blijven hangen. Mag je hem vandaag al meenemen? De Fatboy? Ja. Nee, want je moet 4 knipjes hebben. 3, toch? 4. Nu nog 3. Volgens mij 4 knipjes. Maar daar ga ik niet over. Daar gaat de gaat Fatboy over. Doe eens dat ene dat grappige. Dat nou goed. Wat? Hè? Wat ga je doen? Sylvana, Sylvana, zullen we doen nog 1 keer? 1, 2. Sylvana is ontdoken. Ja, wacht, dan moet ik weg. Oh, jongens, ik ben daar toch te oud voor. Ik kan het toch allemaal niet meer. Wacht, ik ga er gewoon uit rollen. Echt, ik rol uit dat ding. Zo. Wacht nou even. Ja? Ja? Hier gaan we. Zo, zo. Doe ik zo. Doe ik zo. Zie ik je? Ja. Zo, we hebben hier een onthoofd kind. Een onthoofd kind van de jonge honderd. Medische hulp, medische zorg, medische hulp. Nee hoor, het gaat allemaal helemaal goed. Hallo Jitske. Jitske is jarig. Jee. We hebben vanochtend... Hè? Jee. Hè? Jee. Oh, je zegt jee. Ik dacht dat je zei nee. Ik denk, word ik nou gek? Je was toch jarig? Ja. Maar we hebben vanochtend al met z'n allen voor je gezongen. Gaat het goed, Jits? Ja. Nee, jij loopt een beetje snel. Ik loop te snel. Oh, ik krijg nu gewoon klachten. Iedereen kijkt mee, hè? Maar ik loop, ja, loop ik echt te snel? Ja. Moet ik langzamer? Ja. Maar ik loop echt niet vooraan iedereen mee te slepen. Nee. Dus ik ben nog niet de snelste van allemaal, hoor. Maar je loopt wel snel. Ja, dat is wel waar. Je moet rustiger aan. Ik zal rustiger aan doen. Oké, ik krijg hier een standje. Ik zal wat rustiger aan doen. Hoe gaat het met de jarige Jitske? Jitske. Zo moe ben ik dus, hè. Hoe gaat het met die jarige Jitske? Vraagt Daan Vest. Heel goed. Heel goed. Dat is mijn stiefvader. Oh, hallo stiefvader. En zwaai even naar de stiefvader. Zo, zo, zo. Nee, gaat het goed? Ja. En hoe vind je het tot nu toe? Ja, leuk. Alleen het is wel echt heel warm. Ja, hè. Maar komt het goed? Ja, ik ben toch de hele tijd bij de kranen. Ik gooi mijn pet onder, gooi mijn doek erbij en oké. Okay. Dus nou, het gaat heel goed, dames en heren. Hé, hey, even denken. Ja, moeten we verder nog iets zeggen? Volgens mij niet. Dat het hartstikke goed gaat. Dat we het allemaal enorm naar ons zin hebben. Dat we heel erg toe waren aan een fantastische rustplek hier. Dus dat is hier. Hier hangt Rens. Die hangt hier eventjes in zijn Fatboy. Zo, zien we hier? Nee? 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 Hier. Het is allemaal een spiegelbeeld. Dus hier hangt Rens. Die hangt even te chillen. Ik heb familie in Oosterhout. En daar gaan we nu even naartoe. Want daar is traditioneel soep eten. Oh, dus jullie gaan even soep eten in Oosterhout. Ja? Mogen we niet alle 100 mee dan? Nou, ik zal het vragen dadelijk, dat weet ik niet. Nee, dat is niet handig. Dat is niet handig. Hier, opa en kleinzoon. Het zijn twee van zulke grote schatten. Hebben ook mee geoefend. En ik vind het zo gezellig dat jullie meelopen. Hebben jullie al eventjes gechilled en wat gedronken en wat gegeten? Ja, ja zeker. Ja. Oké? Uitgebreid. Zijn jullie blij? Ja. Blij en gelukkig? Ja. Goed zo. Gaan jullie soepje eten en dan zien we jullie straks. Komen okay. We staan daar weer langs het parcours. Oké. Okay. Helemaal goed. Hoi. Tot straks. Houdoe. Houdoe en bedankt zeggen we dan. Dus nee, ik wil eventjes ongelooflijk hier de vrienden van het Staatsbosbeheer bedanken. Want, hebben we hier medische... we hebben medische zorg, jongens. We hebben een... Ik weet niet wat er aan de hand is. Moet ik vragen wat er aan de hand is? Nee, er wordt wat gedronken. Er wordt wat gedronken. Hé, even vragen. Hoort zij bij ons of niet? Hier. Nee.
Nee, volgens mij niet. Hoort niet bij ons. Oh, nee, hoort niet, jongens, hoort niet bij ons. Het gaat heel goed met die jonge honden. En die mevrouw hoort niet bij ons. Dat, voordat we allemaal ongeruste dingen krijgen. Ze loopt 40. Oh, ze loopt 40. Nee, die hoort zeker niet bij ons. Want wij hebben alleen 30 lopers. Hé, hey, nou, en hier zijn de mannen. Ziet ze ieder uit Friesland. Nee, ik ging eigenlijk bedanken de vrienden van Staatsbosbeheer en de vrienden van de Lidl en de vrienden van de Fatboy. Oh, zo zijn ze alle drie in één keer in beeld. Voor de fantastische rustplek. Ziet ze ieder. Ja. Hoe gaat het? Goed. Ja, het is wel warm, maar het gaat wel goed. Het is te doen? Ja. Oké, okay. Ben je nog een beetje gelukkig? Ja. Is het een beetje wat je verwacht had of toch anders? Nou, ja... Ja, ongeveer wel. Het is wel warm natuurlijk. Ik had het wel. Ik wist niet dat het zo warm zou worden. Maar ik vond het wel leuk. Oké. Ga even lekker chillen. En dan. Oh, hier is een Fatboy vrij. Nou, dat is heel goed getimed. Jongens, ik ga ook even chillen. Als er nog vragen zijn, die kunnen nu nog beantwoord worden. En anders ga ik ook eventjes enorm in een Fatboy hangen en eventjes rustig aan doen. Want mijn voeten, nou, ik voel ze wel, kan ik jullie melden. En op jongehonden.nl nog veel meer filmpjes, vlogs, blogs en andere leuke dingen. Dus kijk even op jongehonden.nl. En vooral moet ik ook van de kinderen zeggen dat er heel veel lopen voor een goed doel. En dus kunnen ze nog gesponsord worden. Dank voor de gezellige reacties. Geen vragen meer volgens mij. Daar gaan we ermee ophouden voor nu. Om 1 uur vanmiddag gaan we nog een keer live. Hier even. Ja, we zijn live! Ze dachten dat ik Pokémon's aan het zoeken ben. Nee, ik ben geen Pokémon's aan het zoeken. Hebben jullie, ben jij, Sietse, ben jij, ja, een bos Pokémon. Ben jij Pokémon's aan het vangen of niet? Nee, je doet geen. Zo, moeders erbij, die kunnen dat, hè, die moeders. Nou goed. Hey, dank allemaal voor het kijken en tot de volgende keer. 1 uur gaan we weer live. En ook de komende dagen gaan we ieder oneven uur. Dus we beginnen om 7 uur 's ochtends, om 7 uur, om 9 uur, om 11 uur. En om 1 uur zijn we er live bij. En waarschijnlijk dan ook om 3 uur bij de Fox. Tot snel allemaal. En stuur je vragen. Doei!